Het district Saramaca heeft een landbouwcoöperatie erbij. De coöperatie Saramaca Fruit and Vegetable Farmers heeft als eerste voorzitter Max Ramotaar, diezelfde Jussiekreek groenten verbouwd. Het doel van de coöperatie is om zoveel mogelijk landbouwers uit het district te bundelen en daarmee gericht te proberen de internationale markt op te gaan. Ramotaar benadrukt dat de landbouw in een breder perspectief geplaatst moet worden, omdat er genoeg te verdienen valt in de sector. De eerste resultaten van de bundeling zijn al binnen. We hebben gerealiseerd dat we eigenlijk de eerste 10 leden van ons volgende maand beginnen met de Global Gap certificering. En het doel van ons is ook om zoveel mogelijk leden erin te hebben die dus gecertificeerd worden. En vanuit die perspectief ook het landbouw te gaan doen en verder uit te treden naar het buitenland toe, export. Oké, en we weten de perikelen nog van een paar maanden geleden, de extreme wateroverlast. Hoe is het uw leden verlopen in deze periode? Nou, tot nu toe hebben alle leden gewoon schade gehad, ontzettend veel schade gehad. En de naweeën hebben er nog steeds ervan, want de gronden zijn nog veel te nat. En we wachten gewoon totdat het opdroogt, dat we verder kunnen gaan planten. Ramotaar reageert op de vraag waarom de prijzen van groenten en fruit zo hoog liggen. Behalve de tussenhandelaar en het vraag- en antwoordsysteem is er ook nog een belangrijke factor, zegt de voorzitter. Als we nou kijken naar de input wat we naar binnen moeten halen, wat we moeten kopen, dat is ook schreeuwend duur voor veel landbouwers nog en is betaalbaar meer. Als je de kunstmestprijzen neemt, de medicamenten wat we nodig hebben, neemt om te spuiten. Ja, dat is zo ontzettend duur dat eigenlijk heel veel landbouwers, denk ik, dat er nu terug gaan krabbelen om minder te gaan planten of zelfs misschien mee te stoppen. Kunt u een voorbeeld geven van de prijzen, hoe die omhoog zijn gegaan? Nou, meststoffen, kunstmeststoffen. Wat ik laatst vernomen heb, dat de kunstmeststoffen toch wel over de 1000 SRD per zak zijn geworden nu. Nou, vroeger in mijn... De periode dat ik ze kocht, de laatst, dan praat ik over 300-400 SRD per zak. Wat zijn de overige uitdagingen van boeren in Saramaca? Nou, de uitdagingen van de boeren is, in principe kan ik meer praten over de coöperatie zelf, wat onze leden daar de uitdagingen van zijn. Proberen gewoon zoveel mogelijk te bundelen. Proberen vanuit die standpunt ook meer naar buiten toe te gaan, de exportmarkt, ook de Surinaamse markt, maar dan meer naar buiten. Omdat Suriname eigenlijk toch wel een hele kleine bevolkingsgroep heeft. Want als er nou in zijn totaliteit in Suriname zeg maar 3-4 hectare tomaten geplant wordt, dan wordt het markt in principe al overspoeld. Ja. Vandaar dat iedereen ook genoodzaakt is om kleine partijen te planten. En als mensen grote partijen planten, dan worden ze over het algemeen concurrent van zichzelf. Inmiddels heeft de coöperatie een samenwerking met Paralab die de afname van de export voor de landbouwers gaat regelen. Ramotaar gelooft dat met de bundeling er ook meer kan worden bereikt dan wanneer een ieder voor zichzelf zou werken. De coöperatie Saramaca Fruit and Vegetable Farmers telt op dit moment 15 leden.